waarom 300 haaientanden fiber beter vinden. Ons internet wordt dagelijks aangevallen. En niet alleen door hackers, maar ook door haaien. Op de bodem van de oceaan ligt ongeveer 160.000 kilometer aan glasvezelkabel. En laat dat nu de ideale vlosdraad zijn voor hun 300 tandjes. Die fiberkabels zijn dé nieuwe manier om internet tot bij jou in huis te krijgen. Want ze zijn veel sneller dan de oude koperen telefoon- of coaxkabels. Fiber- of glasvezelkabels gebruiken optische signalen die zonder kwaliteitsverlies met de snelheid van het licht worden vervoerd. Zo kan je bijvoorbeeld tot 1 gigabit per seconde downloaden. Dat is de volledige Jaws-film in slechts enkele seconden op je scherm. En de limieten van fiber zijn nog lang niet bereikt. De elektromagnetische straling van de oude kabels zorgt trouwens nog meer voor verwarring bij de haaien. Die denken dat het om levende organismen gaat en dus zetten ze er zeer graag hun tandjes in. Fiber is niet alleen sneller en minder verwarrend voor haaien, maar ook stabieler, zelfs als er meer mensen tegelijk aan het surfen zijn. Ideaal om video's te streamen, te gamen of grote bestanden te downloaden. En er zijn nog voordelen. Fiber is steviger, waterbestendig en duurzaam, waardoor er minder onderhoudswerk aan nodig is. Bovendien heeft fiber minder energie nodig om data door te sturen dan koper, waardoor het ook ecologisch een goede keuze is. En dat is dan weer goed nieuws voor onze haaien. Wil jij ook weten hoe snel jouw internet kan worden? Check het op onze website.